Terwijl we zo langzamerhand richting vakantie gaan, wordt er bij het Natuurhuis in het zweet des aanschijns gewerkt. De verhuizing van het tijdelijk Natuurhuis naar het paviljoen in het Doepark. Al dagen tevoren was aan het inpakken begonnen en langzamerhand was er enige ongerustheid te bespeuren. Zou het allemaal wel mee kunnen? Een hele klus om hier bij het Natuurhuis te komen, hè? Nou, dat klopt. Dus het was zeker een klus om hier te komen. Ik moest een bruggetje over en er stonden auto's op de hoek, waardoor ik de bocht net niet kon halen. Toen hebben ze een auto weggezet en toen wou het nog net niet lukken om de bocht te halen. En iedere keer ook weer achteruit, hè? Ja, ja, iedere keer ook weer achteruit. En op een gegeven moment zeiden de bewoners hier van, je moet de weg oversteken en een stukje door het bos. En dan de brug over en dan kom je er vanzelf ook wel. En dus dat heb ik gedaan. En nu zijn we hier beland en het is allemaal gelukt. Moet er hier iemand bij komen? Of, Wij gaan verhuizen. En alle verenigingen, Groei en Bloei, IVN, Astrona, Immerschoer, het NIFON en het KNNV gaan straks opereren vanuit het nieuwe Natuurhuis in Doepark te Hagen. En daar gaan we nu alles naartoe verhuizen. Een hele klus, hè? Een hele klus. Er komt heel wat los uit dit kleine huisje. Maar gelukkig hebben we een grote kelder daar en hopen straks alles netjes op de plek te hebben. Overzichtelijk voor iedereen. De kelder onder het nieuwe paviljoen is groot. Dat mag gezegd worden. Maar is die groot genoeg? Ondertussen maakt een verse ploeg vrijwilligers in het Doepark zich op om de bomvolle vrachtwagen van Bolk te lossen. De voorzitter heeft zweet los. Rodenstein. Jongen, je hebt heel wat personeel hier, hè? Ja, het is toch geweldig, al die inzet. Ik vind het prima. Ja, echt mooi. Daar ben ik blij mee. Ik bedoel, je hoeft maar een oproep te doen en moet je kijken wat er allemaal komt opdagen. Het is echt geweldig. Een drukte van belang hier, hè? Nou, reken maar. Het is de drukste dag van alle vrijwilligersdagen. We hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers hier op de bouw. Daar heb je al regelmatig wat van vastgelegd, Jenny. Maar vandaag, vanmorgen in tijdelijk Natuurhuis, waren er wel 17. Nou, ik denk dat we nu al bijna de 20 aantikken. 20 vrijwilligers van allerlei verenigingen. Die hier komen helpen sjouwen. Het is ongelooflijk, zoveel enthousiasme. Het is een verkeersregelaars op alle hoeken. Roze, oranje, geel, groen, blauw. Waar moet de doos naartoe? Zeg het maar. Het is super. Het is een superdag. En komt het hier beneden vol in de kelder? Of het hier vol komt? Nou, reken maar. Want naast heel veel mooie spullen blijkt ook dat er nog redelijk wat oude meuk is. En die is allemaal meegekomen. Dus ik denk dat we alle hoeken weten te vullen van deze prachtige kelder.